Het festival, zoals we dat nu al vele jaren doen, iets van samen. Samen organiseren, samen dingen beleven. En ik vind, als we terugkijken naar een stukje historie, ooit is dit festival begonnen in 2003 als een cadeau van de stad aan de toenjarige KMA 175 jaar. En dat is zo goed bevallen, dat eigenlijk al die jaren daarna het een ongelooflijke mooie co-productie is geworden tussen de stad Breda, de stichting Spanjaardschapsfestival en de Nederlandse Defensieacademie. Maar ik vind wel dat we even apart mogen benoemen de stichting. Want het zijn toch vrijwilligers die dit elk jaar maar weer organiseren. En ik zou graag voor de stichting en alle haar vrijwilligers een applaus willen. Thank you.